Hallo allemaal en welkom bij de derde aflevering van Bubble Hop. Mijn gast van vandaag is stad en land afgereisd om hier te komen. Ze komt namelijk helemaal uit Groningen. En ze is bekend van TikTok. Ik ken haar van TikTok. We hebben elkaar nooit eerder ontmoet. Ja, net eventjes. Supergezellig. En waarom ik haar ben gaan volgen op TikTok is omdat ze echt hilarische video's maakt. Het is een prachtige meid om te zien. En dan komt er een zwaar Gronings accent uit met allemaal hilarische filmpjes. Voor zover ik weet is ze gek op frituur en frikandelbroodjes en houdt ze niet heel erg van koken. En des te leuker vind ik het om haar hier dus vandaag te gast te hebben. We gaan lekker samen koken. Hier is mijn gast van vandaag, namelijk Lian. Hallo! Hallo! Hallo, alles goed? Super leuk dat je er bent. Ja, zeker, vind ik ook. Gezellig. We gaan lekker koken, maar je mag eerst even aan de mensen vertellen wie je bent, wat je doet, misschien iets wat ze nog niet weten. Nou, ik ben dus Lian en ik doe dus TikTok, eigenlijk sinds de coronaperiode. Ik ben in februari 2020 gestart, dus inmiddels al bijna 4 jaar. En ja, toen ben ik eigenlijk een beetje begonnen in de lockdown. En toen is dat een beetje een uit de hand gelopen hobby geworden eigenlijk. Ja. En nu kan ik het wel een deel van mijn werk noemen, dus daar ben ik wel heel blij mee. Heb je ooit een kookvideo eigenlijk gemaakt? Nee, ik ben helemaal niet creatief met koken. Ik kan, ja, het enige wat ik kan maken is pasta. Ja, dat zei je, pasta bolognese. Ja, en dat vindt mijn vriend ook lekker, dus dat is misschien een voordeel. Maar verder, hij hoeft niet van mij te verwachten dat ik, weet ik veel, een droomvrouw ben qua koken. Want dat ben ik niet. Dus. Maar wat eet je dan in de avond? Ja, nou, mijn ouders koken meestal. Oh ja, je vroeger, woont natuurlijk thuis. Ja, ik woon natuurlijk thuis. En vroeger was het echt drama altijd met wat ik at, want ik lustte echt niks. Ja. Ik lustte eigenlijk niet eens pasta bolognese, dan at ik de saus gewoon los, zeg maar. Of dan zat de saus los, werd erbij gemaakt, omdat ik het niet lust. Dus had ik gewoon droge pasta. Ja, lekker. Zo erg was ik. Ja. Dus nee, ik ben niet bekend. Nee, daarom vind ik het echt super grappig. Want ik ook juist altijd heel overdreven met allemaal speciale aparte dingen. Maar ik weet dat mensen het ook fijn vinden als het gewoon een beetje basic is. Ja, dus gaan we wel een beetje speciaal doen. Ja. Voor jou doen. Dit is denk ik echt het speciaalste wat je ooit hebt. Ja, klopt. Ja. Ja, jongens. Wel echt een beetje à la Lian, maar dan toch met een beetje een touchje van mij nog erbij om het een beetje spannend te maken. Ja, superleuk. En je studeert? Ik doe gewoon een specialiste. Ik zit nu in het tweede jaar, dus nog 1 jaar te gaan. Heel leuk. Jaar 3 en dan heb ik mijn diploma hopelijk gehaald. Ja. Omdat mijn gerecht in de oven moet, zei ik tegen Lian van laten we mijn gerecht vandaag een keertje eerst maken. Dus dat zijn de mensen niet gewend, maar dat maakt niks uit. En ik heb een gerecht gekozen waarvan ik, kijk, er zit feta in en daar hou jij dus niet van. Nee. Maar het is al saus, dus toen dacht je dat je het wel zou lusten. Nou, we gaan het zien. Ik heb het om 2 redenen gekozen. Het is een baked oven feta pasta. En heel veel mensen kennen dit waarschijnlijk wel. Ik heb het jaren geleden in mijn vlogs gemaakt omdat het toen een trend was op TikTok. Oh. Dus ik dacht, TikTok, dan vind ik het wel heel leuk om een TikTok recept te maken. En het is zo makkelijk, niet normaal. Hou je wel van knoflook? Ja. Oh, gelukkig. Want hier gaat echt vet veel rauwe knoflook erheen. Het is zo makkelijk. Ik heb geen date meer vanavond, dus maakt niet uit. Top. Dit is zo lekker. Ik heb dit dus denk 3 jaar niet gegeten en kan echt niet wachten. Oké. Okay. Dus ik ga even aan de mensen vertellen wat de ingrediënten zijn. We hebben nodig 400 gram Roma tomaatjes, zeg maar dit soort. Je kunt ook van die simpele cherry tomaatjes of snoep tomaatjes, maar je smaak wordt veel lekkerder als je gewoon dit soort lekkere tomaatjes kiest. Dit is 300 gram, dus we gaan 1,5 pak ongeveer gebruiken. Dus je wel tomaat? Ja. Top. Dat is ik wel. Dan 200 gram feta, dus niet witte kaas, echt feta. Dus dat is van schaap en geitenmelk. Waarschijnlijk als je dat hoort denk je, gadverboel. Ja, nee, maar goed, dat is ook met dunne kebab. Dat is ook naar dat je dan het idee hebt van, ik eet een schaap. Ja. Maar het is wel gewoon lekker, dus daar moet je gewoon niet over nadenken. Dat vind ik echt heel grappig. Ja, dat is toch zo? Ja, dat is als je in 1 moet eten. Ja, sorry, maar iedereen vindt het lekker dan. Mij niet wel, hoor. Ik ga dat echt nooit eten. Maar ja, dat is wel gewoon zo. Nu klink je echt er zo grappig met dat accent ook weer. I love it. Oké. We hebben nodig. Focus. We hebben knoflook nodig. Ik ga dit gebruiken. Het is echt heel veel. Ja. En het gaat er ook nog rauw overheen. Oh. Ja, maar echt love it. Nou, de mensen in de trein die verlaten gewoon compleet de cabine, denk ik. Je gaat wel echt stinken. Je kan het ook meebakken in de oven, maar rauw nog even. Want het is dan zeg maar heet en dan gaat het er rauw overheen. Dus het bakt een soort van nog in. En het is heel lekker. Echt amazing. Dan, tadaa. 300 gram pasta, echt elke pasta, maakt niet uit wat je kiest. Vandaag ga ik voor deze, maar puur omdat dit gewoon echt in mijn keuken lag. Ik dacht, ik ga niet te moeilijk doen. Nee, je hoeft ook niet, als je het toch in huis hebt, waarom zou je dan nieuwe kopen? Precies, en dit is hele soort eigenlijk hele luxe mooie pasta die heel groot is. Maar dit doet het ook heel goed. Gewoon lekker simpele spaghetti. Daar heb ik het eigenlijk meestal mee gemaakt. 100 ml olijfolie ongeveer, maar gewoon olijfolie. Moet even kijken hoeveel je precies nodig hebt. Dan hebben we ook nog nodig zout, peper en
eventueel chili vlokken. Hoeft niet per se. Lust jij dat wel? Ja, ja. Ik hou van pittig. Hoe pittig, hoe beter. Oh, ja, nou, vind ik nice. Maar ik vind knoflook dus soms ook pittig. Ja. Qua rauw pittig. Ik snap wat je bedoelt, ja. Net zoals gember is ook wel schemper. Exact. Maar hou je van zuur? Ja. Oh, top. Want dit gerecht is een beetje zuurig. Vind ik wel lekker. Dus ik hoop zo dat je het lekker gaat vinden. We gaan gewoon lekker beginnen. Dus uit mijn comfortzone. Dat is ook wel goed. Ja, toch? Ja. Oké, we hebben nodig een ovenschaal. Het is zo makkelijk dat ik nu al denk, jeetje wat makkelijk. Ja, deze mag je wassen en dan van het groene afhalen. Hier is een kraan. Oké. Okay. Weet je wat het echt is? Trouwens, je had het over wifi zijn met koken. Als je later voor je vriend wel wifi wil zijn. Het enige wat je hoeft te doen als hij thuis komt, is zorgen dat je iets met knoflook aan het maken bent. Want zodra je dit ruikt. Oh, dat is echt lekker. Ja, maar dan, iedereen die dan thuis komt zegt, oh, het ruikt het lekker. Mijn vriend ook. En zegt, oh, ik heb alleen nog maar de knoflook gesneden. Maar dan lijkt je een soort wifey. Lekker bezig. Gaan we nog vertellen hoeveel jaar we schelen of laten we dat even in het midden? Nee, je mag echt alles zeggen wat je wil. Nou, Charlotte en ik schelen dus... Wacht, ik kom maar aan. Ik wou zeggen, we schelen 30 jaar. Wat? Nou, Charlotte en ik schelen dus 11 jaar. Ja, bizar wel, hè? Ja, ik keek vroeger altijd Charlotte's video's toen ik echt 14 was. Dat wist ik dus niet. En nu sta ik hier naast haar te koken. Maar ik was al verbaasd dat jij mij ging terugvolgen. Dus dan dacht ik al, misschien kende je me wel. Ja, ik ken jou volgen wel. Mensen mij ik dacht echt, oh my god. Ja, ik dacht echt, oh my god, hè? Ik ken haar. Maar was jij mij, ging jij mij volgen omdat ik jou ging volgen en je toen dacht, hey, ik ken haar van vroeger? Of? Ja, ik wist wel wie jij was, zeg maar. Maar ja, ik keek jouw video's nu niet meer. Nee. Maar ik was toen ook veel jonger natuurlijk. Ja. Maar ja, jouw gezicht kwam mij gewoon heel bekend voor. En ik heb volgens mij zelfs nog wel eens jouw video's teruggekeken van die Too Good To Go. Omdat ik het oprecht heel leuk vond. Maar bedoel jij Too Good To Go of On The Go? Oh, On The Go. Ja, ja? Ja, On The Go was het. Ja. Nou ja, het is ook echt... Iedereen zegt ook dat ze me daarvan kennen. Van waarom ik daarmee ben gestopt. Ja, waarom ben jij daarmee gestopt? Weet je dat ik echt nog iets van 3 volledige video's heb opgenomen en die ik nooit heb gebruikt? Zo zonde. Oh, zonde. Nu gewoon nu plaatsen, opeens 5 jaar later. Nou ja, een jaar geleden of zo, minder nog, heb ik allemaal sushi van de supermarkt getest. En nooit iets mee gedaan. Echt, ik weet niet. Maar soms, ik heb het soms ook wel eens, dan koop ik iets en dan denk ik van, oh, dat is leuk voor een TikTok of zo. En dan heb ik gewoon geen zin om het te editen of zo. En dan denk ik, laat maar. Stom, hè? Ja, zo ben ik. Ik ben heel simpel soms. Dan denk ik, ja, nee. Ik heb er nu geen zin meer in. Ik heb er ook geen zin in. En dan denk ik, laat me zitten. Echt heel erg zonde. Ja. Oh, het ziet er nou lekker uit. Dit is echt bizar voor knoflook. Huh? Wat zit er? Wat toch? Poes. Lianne heeft poeshaar. Ja, echt zo. Huh? Wat is dit? Dat zit aan mij. Ja, je hebt op die stoel gezeten waar de poes op ligt. Lekker, joh. Kijk, de tomaatjes gaan lekker in de schaal. Het is eigenlijk nu al klaar. Echt? Nou ja, bijna wel. Ik ben zo verbaasd over dat. Maar is feta, wat is het voor soort kaas? Geitenkaas? Ja, als je het ruikt, dan ruikt maar niet heel lekker. Het ruikt echt heel vies. Maar kook je ooit thuis bij je ouders? Nou, pasta. Gewoon pasta bolognese alleen maar. Als mijn vriend er is. Nou, ik heb het één keer... Oh, om indruk te maken alsof je een wifi bent. Nee, nee. Ik had wel gezegd tegen komt jouw vriend daar en elke keer staat Lianne zo achter het fornuis van mam, ga even weg. Maar die pasta bolognese, het grappige is, het is zo makkelijk. Het is letterlijk alleen wat kruiden eraan toegevoegd. Maar goed, hij is wel oprecht heel lekker en hij vindt het ook lekker. Dus... Is ook lekker, maar Lianne wilde eerst een gerecht maken van een knor maaltijdpakket of zo. Dat ik zei, ja, maar we kunnen niet als recept iets van... Nee, maar ik dacht gewoon als voorbeeld, ik dacht misschien kunnen we de ingrediënten wel loskopen, maar ik wist het echt niet. Ik vind het heel grappig, maar wat we straks gaan maken is echt fancy. Ja, I love it. Dit is gewoon... Ja, ik doe misschien wel meer dan 100, maar ik hou ervan. Ik vind het een beetje spannend allemaal. Ja? Hoppa. Oh, wil jij de peper doen? Ja. Oh. Komt het veel uit? Oh. Huh? Hij is opeens open gegaan. Nou, ik heb niks gedaan hoor. Ik weet niet wat dit is. Maar... Er klopt iets niet. Nee. Maar goed, we moeten het er maar even doen. Nou, die is zoveel makkelijker. De chili flakes? Die is makkelijker. Lekker. Dit is het. Het is heel apart. Dit gaat nu in de oven voor minstens 30 minuten. En je moet even kijken, de feta moet echt mooi lekker bruin worden. En de tomaatjes moeten helemaal open spatten. Op 200 graden. Ja, dit gaat goed. We hebben nu de pasta gekookt. Die is bijna klaar, dus die gaan we zo afgieten. Yes. Oeh, dit is wel goed. Ik doe nog een beetje olijfolie, wat ik lekker vind. Het is wel belangrijk dat je dus je kookvocht niet helemaal gaat afgieten. Dat is echt een mega tip. Daar zit dus een soort bindmiddel in. Doordat het... Dat deeg van die pasta, wat er van afkomt, dat bindt weer die saus. Deze hebben we ook zo nodig. Ik heb dus een truc. Ik weet niet of het nu heel handig gaat zijn. Maar dat je dus je vergiet... Oah. Is dit goed? Ja, dat je je vergiet dus zo in de pan doet in plaats van andersom. Echt? Ja. Oh, dat durf ik niet hoor. Maar deze pan is eigenlijk veel te groot. Niet vergeten wat kookvocht te bewaren dus. Wow. Jij hebt ook lenzen, hè? Ja.
Dus jij ging ook niet huilen bij de ui? Nee. Ik dus ook niet. Dat komt helemaal niet over nagedacht. Ja, dat komt omdat wij lenzen hebben. Heb ik dus pas heel kort in mijn leven geleden ontdekt dat dat de reden is. Echt? Ja. Want iedereen huilt altijd en ik dus niet. En wij zijn dus beschermd. Logisch, er zit gewoon een vliesje voor ons. Dat is super logisch. Oh, dat wist ik echt niet. Helemaal niet over nagedacht. Maar je hoort er ook nooit iemand over. Dit is wel echt heel veel knoflook. Ik denk dat ik even niet alles... Kijk, doe wat kookvocht erbij. Dit is zo chill, want je gooit alles erin en dan ga je het gewoon een beetje mixen. Roeren. Nu ga je dit gewoon helemaal goed roeren tot het een saus wordt. Oh, die tomaatjes moeten lekker geplet, want dat is echt je saus. Ruik je het? Ja. Het ruikt echt heel lekker. Dan gaat de pasta erbij. Goed doorroeren. Oh, dit geluid ook. Klinkt heel raar. Ja. Oh, nee, stop. Oh, de geur. Nou, dan zie je dat het echt een sausje is gewoon. En dan op een mooi bordje. Nog wat basilicum er overheen. En ready. Zo. Nog een beetje chili vlokje voor het effect. Jij vindt het echt spannend. Ja, ik vind het heel spannend. Ze is bang dat ze de kaas niet lust. Maar we gaan de taste test doen. Ja. Cheers. Kijk maar zo aan. Vind je het vies? Mm. Ik proef niet echt kaas. Ik wel. Jij lust geen schapenkaas ook, denk ik. Vind je naar boerderij smaken? Ik weet niet hoe dat smaakt, maar... Ik vind het zo lekker. Ik snap wel dat jij het lekker vindt. Maar jij houdt gewoon echt niet van feta. Nee. Nee, maar ik snap wel echt dat jij het heel lekker vindt. Het is ook niet dat ik het vies vind. Dat totaal niet. Maar je houdt er gewoon niet van. Ik hou er gewoon niet van. We konden het proberen. We konden het proberen. Daarom deed ik het ook aan mijn comfortzone. Ja. Maar het is wel gerecht. Zie je dat? Je ziet toch niet dat dit zo makkelijk was? Nee. Het is wel gewoon echt een goede smaak. Het is ook scherp. Daar komt door die knoflook, denk ik. Ja, hè? Maar smaak is hier heel goed. Ja. Alleen, het is gewoon niet mijn type smaak wat ik lekker vind. Ja. Dus. Oké. Gaan we door naar de volgende? Ja. Wat gaan we maken? Wij gaan vandaag maken chicken teriyaki broodjes. Ja. En ik ben hier opgekomen omdat ik dit echt altijd bestel bij de Subway. En ja, het leek me best wel makkelijk om te maken. Ja. Dus ik dacht, waarom niet? Ja, en meestal is het natuurlijk gewoon lekker makkelijk teriyaki saus uit een flesje. Ja. Dus dat moet je zeker doen. Maar ik kan dus niet tegen sojasaus. Nee. Dus toen dacht ik, hoe leuk, aangezien mijn gerecht heel makkelijk is, om eventjes zelf een teriyaki sausje te gaan maken. Dus dat is dan een beetje mijn onderdeel van dit recept. Maar we doen alles gezellig samen. Ja, we maken het samen inderdaad. Maar het is natuurlijk ook wel zo leuk voor Charlotte als ze het wel kan proeven, zonder dat de soja doorheen zit. Ja. Dus dan eet ik ook weer wat nieuws. Dus, ja, het is een sojavervanger, dus het smaakt ongeveer hetzelfde. En ik eet eigenlijk dus geen vlees meer. Maar ik wil voor Babbelhap, ik ben niet vegetarisch zijn, want ik wil dat gasten wel gewoon hun gerecht kunnen maken. Dus ik eet nu gewoon kip. En ik heb lekker een biologisch kipfiletje gekocht. Kijk aan. Iets nou, beter. Goed. Ja. Oké, nou dan mag jij vertellen wat de ingrediënten zijn. Wat heb je nodig? Dat is 150 gram kipfilet. Het tweede wat je nodig hebt is een halve rode ui. Dan heb je 2 eetlepels teriyaki saus, maar die gaan we dus zelf maken. Dus dat zullen we zo meteen laten zien. Wat je dan nodig hebt is een handje sla. Ik dacht de voorgesneden, want dat vind jij denk ik handig. Ja, dat vind ik wel handig, want ik heb dat nog nooit gesneden. Het volgende zijn... plakjes augurk. Ja, dat wilde ik ook het liefst in plakjes kopen, maar dat hadden ze niet. Nee, dus die moeten we nog wel snijden, maar dat is niet zo erg. Nee, dat kunnen we. Dat kan ik nog wel. Het volgende is peterselie. Gebakken uitjes. Dat is natuurlijk lekker voor een crispy touch. Heerlijk. Om maar zo te zeggen. Hoeveel hebben we daarvan nodig? 1,5 eetlepel. Oh ja. 1,5 nee, eetlepel. Een halve. Oh. 1/2. Je mag natuurlijk met dit soort dingen kun je altijd wel een beetje uitschieten. Dat is extra lekker natuurlijk. Ja. Dus gewoon eigenlijk wat je zelf lekker vindt. Ja, vind ik ook. Dan afhankelijk van het aantal personen natuurlijk 2 witte pistoletjes. En als volgt 1/4 van deze mango. Vind ik ook zo lekker altijd op dat soort dingen. Als lijkt er mango op zit. Ja, ik doe het ook altijd op een pokeball mango. Oh. Heel erg lekker vind ik dat. Maar jij had zelf nog iets bedacht voor erbij. Ja, ik heb inderdaad zelf nog wat bedacht. Want ik had toevallig net heel ongezond Doritos gekocht bij de kiosk. Ja. En toen dacht ik, dat is best wel lekker om een soort van Doritos eroverheen te doen voor die crisp. Ik vond het helemaal leuk dat je dan meteen zo'n eigen inbreng hebt voor een receptje. Ja. I love it. Dus ik denk dat dat heel erg lekker is. Ik hou namelijk niet van kaas. Heel veel mensen vinden dat lekker op zo'n broodje met kip, lekker kaas eroverheen. Ja. Hou ik niet zo van. Dus ik dacht, nou ja, dit is wel nacho cheese. Dus dan heb je nog wel iets van kaas. Ja. En dan is het ook wel lekker met een tortilla chipje. Heerlijk. Ik heb hier heel veel zin in, zeg. En dan heb ik dus ook nog de ingrediënten voor de saus. Dus het wordt echt mega kokorellen.
Je hebt dus nodig 75 ml water en 75 ml sojasaus. Wij gebruiken dus een vervanger van de sojasaus, namelijk deze. Dan heb je nodig 1 eetlepel donkere basterdsuiker, 1 teentje knoflook, 1 theelepel maïzena en daarbij moet nog een eetlepel water. Appelazijn. We gaan trouwens wat je nu laat zien. Ik heb dus opgezocht op internet. Officieel wordt teriyaki saus met sake, dat is dus Japanse wijn, en mirin of zo, dat is dus rijstazijn. Maar ik dacht, à la jou, zou jij naar de supermarkt gaan rennen om dat te halen? Nee. Jij zou gewoon de azijn gebruiken die je dan in huis hebt, toch? Dus we gebruiken gewoon appelazijn. En ik heb ook gelezen dat dat prima kan. Oké. Een eetlepel sesamolie. Een halve theelepel met gember. Je kan dus ook poeder gebruiken trouwens. Maar wij gaan hem dan dus raspen en dan ongeveer een halve theelepel daarvan. Sesamzaadjes. Dan gaan we nu naar de how-to. We beginnen met de kip koken, want die moet 15 minuten koken. Ik heb nog nooit kip gekookt volgens mij. Ik ook niet. Nee, dat doen ze in Suriname volgens mij heel vaak. Hoppa, daar gaat de kip. Dankjewel kip dat we jou mogen opeten. Ik doe deze nu even naar het vuur. De tweede stap is de knoflook en de gember fijn snijden. Dit gaan we gebruiken. Kijk, ken je deze truc? Oh ja, dat heb ik wel eens gezien, ja. Dan heb je echt meteen veel... Als je dan gaat snijden, zie je echt al heel fijn. Lekker bezig! Kleiner dan dit krijg ik het ook niet. Dit is echt goed. En dit moet je merkt ook gelijk dat ik nu rustig ben, hè? Omdat ik gefocust ben. Ja, maar ik vind het wel goed voor dat je dit even doet. Dat heb ik dus ook altijd met nagels, hè? Ik heb dus ADHD en als ik dan met nagels bezig ben, dan ben ik gewoon, als ik mijn eigen nagels doe, 3,5 uur stil. Ik herken dit, want dan ben ik bijvoorbeeld heel druk aan het praten met mijn vriend. En dan zit ik ineens in een focusmoment van iets. Bijvoorbeeld krijg ik een mail van mijn werk of iets. Ja. En dan ben ik helemaal opgezogen en dan ben ik rustig, zeg ik niks meer. Nee, nou dat heb ik dus ook. Dan ben je gewoon zo met iets anders bezig. Ja, best wel goed. Dit moeten we nu toch samen bakken? Ja, bak 2 minuten in olijfolie. Zo? Ja, ik denk dat dat goed is. Top. En dan gaan we dit dus nu 2 minuten bakken op het vuur. De kip is ondertussen aan het koken. Ziet er niet heel lekker uit, maar ja, dat hoort. Nu gaat er 75 ml water bij. Dan dus 75 ml sojasaus of wat wij dus gebruiken. De coconut... Hoe heet het nou? Aminot. De coconut aminot. 1 eetlepel donkere basterdsuiker. Dit gaat goed. Toch? Dit doen wij goed. Ja, dit gaat heel goed. Dit is echt teamwork. Misschien kan ik toch beter koken dan ik dacht. Ja, het is toch ook wel relaxed. Juist als je ADHD of zo hebt. Ja, precies. Want nu ben ik gewoon rustig omdat ik hiermee bezig ben. Ja, lekker. Dan roer ik alvast de maïzena met water. En dan doe ik die er later ook bij. Dus nu nog niet. Je bent echt goed bezig. Dan 1 eetlepel appelazijn. Dan een eetlepel van deze sesamolie. En nu gaan we het 10 minuten laten pruttelen. Ja, en de sesamzaad en de maïzena gaan er dus daarna pas bij. Dus doe dit niet verkeerd, mensen. Lekker ruikt het, niet normaal. Nu is het dus nog helemaal dun. Maar ik moet dus een beetje gaan inkoken. En die maïzena gaat het ook nog dikker maken. We kunnen wel ondertussen vast de augurken in een plakje snijden. Ja. Kan jij augurkenpotten open krijgen? Jawel. Ik kan het niet. Je zei dat je het kon. Ja, dus ik moet zo bewijzen. Oh, een rechte banaan. Ja, hè? Wat een grote. Nou, laat het nu even aan de mensen zien, anders weten ze het niet. Ik heb nog nooit zo'n grote banaan gezien. Wat is dit, jongens? Zo, de knetters. Ja, ik heb echt geen kracht in de arm, hoor. Ik wil het kunnen, maar ik ben bang. Oh! Ik heb hem! Op je? Oh god, ik schrok. Oh nee, ik was gewoon trots, zeg maar. Oh god, ik schrok. Ja. Lekkere augurkjes snijden. Oh, en een mango moeten we natuurlijk. Dus je kan alles wel heel efficiënt doen terwijl je wacht. Dat is wel fijn. Ja. Lekker. Dus ik heb nu de augurk gesneden en nu ga ik gelijk de mango ook snijden. Want we moeten nu toch wachten, dus kunnen we dat net zo goed doen. Hoe snij je dit? Ja. Ik dacht gewoon dat je kant-en-klare bakjes gekomen. Ken je dit, wat ik nu ga doen? Ja. Oh, en dan ga je het zo erin. Ja, oh, dat is zo. Ja. En dan zo. Ja, oh my god. Dan kan je het erbij? Ja. Zo afsnijden. Mooi, hè? Heel mooi, ja. Dit is echt fruitschaalachtig. Zo glibberig, dit mango. Glijden alle kanten op. Hoppa, dit ziet er al iets beter uit. Nog steeds niet heel lekker. Wow, er komt veel stoom. Ik zal even die broodjes in de oven knallen. Bedankt, kip, dat we jou mogen eten. Dan moeten ze er nog wel even bij hebben gezet. Dat waarderen wij. Ja, ik weet niet precies hoe dit moet, dit poelen. Nee, ik ook niet, ook nog nooit gedaan. Een beetje zo. Ja, je moet een beetje zo. Kijk, dat je van hier poel. Snipper ui. Oh, de ui moeten we ook nog bakken. Oh joh. Wat een luxe recept is dit, hè? Een halfie. Wil jij dit laatste stukje doen? Ik ben helemaal lam aan. Oh ja, wil jij die ui dan nog fijn hakken? Ja. Hakselen? Oh, je hebt wel echt een nice result geboekt. Heb jij trouwens een gouden kooktip? Had je erover nagedacht? Ik had erover nagedacht.
Net toen jij zei van, we moeten de broodje erover doen. Ja. Dat is wel handig dat je dat misschien van tevoren doet. Dus als je dus gaat koken, vergeet niet die broodjes eerst in de oven te doen. Nou ja, gewoon dat je de oven in ieder geval voorverwarmt voordat je het begint. Want ik heb wel eens gehad dat ik dan met iets heel simpels bezig was, maar dat ik die oven was vergeten om voor te warmen. Nou, dat ja. is gewoon vervelend, want dan kun je niet... Dan duurt het wel allemaal veel langer dan eigenlijk nodig. Ja, ik vind het grappig, want ik denk, ja, logisch. Maar het is wel eigenlijk een goede tip. Ja. Als je net begint met koken. Zoals ik. Ik heb natuurlijk, ik ben ook nog maar 19. Hè, dus ik heb wel eens hier en daar wat gemaakt. Maar zoals ik al zei, die pasta bolognese. Ja. Dat is dan eigenlijk het enige echte gerecht wat ik nu kan. Maar toen ik 19 was, had ik ook niet vaak gekookt, hoor. Nee. Terwijl het sausje pruttelt. Gaat Lian even de ui bakken. Even wat olie. Dit moet gewoon eventjes zachtjes gebakken worden, dat gewoon dat hele pittige smaakje ervan af is, volgens mij. Die broodjes zijn ook al bijna goed, hè? Ja. Oh, hij wordt nu wel dikker. Ja, hij is mooi aan het indikken. Heel benieuwd. Ja. Die ui is denk ik goed. Ja, dat denk ik ook. Zullen we het maar erbij doen? Ja, je mag dus eerst die kip erbij knallen, die staat daar. Oh, dat eerst. Oké. Okay. Oh, die ziet er ook wel goed uit. Lekker, joh. Nee. Hierbij? Ja. Hoppa. En dan de saus. Kijk dan. Dat is toch helemaal lekker? Ja, dat ziet er echt goed uit. Oh, lekker man. Wow, ja, vuur iets zachter, denk ik. En dit moet denk ik gewoon even marineren en dan is het gewoon klaar. Oh, ja. Lekker. We kunnen het broodje gaan maken, dat vind ik ook heel leuk. Wauw, kijk nou. Dit is toch gorgeous? Dit is gewoon geweldig. Dat kan je zo in een restaurant serveren. Het ruikt lekker ook, hè? Ja, het ruikt echt lekker. Dat hebben wij vet goed gedaan. Ja, het ruikt ook heel lekker, maar het smaakt echt heel goed. Het is echt heel goed gelukt. Leuk zeg. Wie had dat gedacht? Van frikandelbroodje. Echt zo. Oh, heerlijk. We hebben echt twee vet goede recepten in dit. De pistoletjes. Oké, eerst snij ik mijn broodje gewoon open. Nou, ik begin dan eigenlijk gelijk met de kip. Ja, want dat zou ik ook dat doen. Vind ik dan lekkerder als dat eronder zit en dat je de toppings dan bovenop hebt. Ja. Dat zijn ook toppings, maar sommige mensen doen er ook nog wat onder. Oh ja. Dat doe ik dus niet. Ja. Ik doe eerst een paar augurkjes. Ik vind het zo leuk. Ik merk dat jij helemaal in je element zit. En had je niet gedacht, hè? Had ik niet gedacht, nee. Geweldig. I love it. Word er helemaal blij van. Ja, wat je dan doet. Ik doe sla. En een beetje mango doe ik er dan nu op. Maak er lekker een smeerboel van. Ja, tuurlijk. Smeerboel. Smeerbende. Ja. Een beetje peterselie. Nou, ik maak hem zelf een beetje fijn. Ik doe niet te veel, maar... Dit is heel lekker. Kan niet wachten. Ik vind dat je dit ook echt als avondeten kan serveren. Ja, zeker. Dit is ook mijn avondeten, denk ik. Ja. Ik moet nog 4 uur terugreizen of zo. Dus. Dan ga ik dus de crispy toppings doen. Lekker. En ik begin dan nu met de Doritos. Als onderlaag op mijn hoofd. Mm. Beetje veel, maar goed, maar niet uit. En de gebakken uitjes. Oh, wat lekker. Ja, je doet hem ook gewoon helemaal zo open, hè? Dat we gewoon heerlijk ongegeneerd gaan happen. Lekker. Dit is het eindresultaat. Lekker, joh. Oké, nu ga ik hem ook nog beleggen. Lekker, zeg. En dan Lian's special ingredient. Dit is toch heerlijk? Oh my god, we gaan naar de taste test. Taste test. Oh. Mm. Ik ruik ook echt de chips. Mm-hmm. Mm. Mm. Lekker. Echt heel lekker. Mm. Beetje zoetig. Oh wauw, dit is echt goddelijk. Dit is heel lekker. Nog een hapje even met die mango. Mm-hmm. Wauw, dit is echt restaurant. Je proeft ook alles. Oh, super lekker. Je proeft inderdaad ook de chips gewoon echt. Ja, maar ik proef ook de peterselie. Mm-hmm. Die saus is echt heel lekker. Het is echt teriyaki. Ik vind het heerlijk. Zullen we dit even lekker gaan opeten? Zeker. Oh, we gaan nog een babbelhap snackje proeven. Voor we de video gaan afsluiten, gaan we nog eventjes een babbelhap snackje testen. Het zijn twee hele aparte snackies. Oh. Ja, ik heb dit... Volgens mij van een toko. Het zijn volgens mij gewoon tomatenbugels. Ja. Wow. Hé, het is van Cheetos. Oh, dat had ik helemaal niet gezien. Oh, hè? Wacht. Het ruikt naar iets zoets wat ik ken. Ik dacht eerst aan wentelteefjes, maar het is... Huh? Het ruikt toch gewoon naar nibbets of zo? Echt? Maar bugels is niet van Cheetos, toch? Nou, ik ben benieuwd. Ja. Cheers. Cheers. Oh. Oh, de crunch is heel lekker. Zachter dan bugles. Ja, maar niet zacht van oud. Nee, ik vind het lekkerder. Ja, niet? Ik weet het niet. Vetter, denk ik. Dat is meer een vetlaagje. Ja. Zo'n soort knabbelspek. Ken je dat? Nee. Van dat bacon, dat vet bij varken. Dat hele vettige. Een beetje, alsof je echt op iets heel vet... Ja, dat is heel raar. Nou, wel lekker. Ja. Je denkt maak echt... het naar tomaat? Nee. Maar waar dan naar? Naar bouillon?
Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Eigenlijk heeft het niet heel veel smaak, maar het is wel lekker. Ja, ik vind de bite wel chill. Maar zou je dit nog een keer kopen? Nee. Wil je dit mee voor in de trein? Ja. Oké. Okay. Ik denk dat het ook wel inderdaad staat ook met dip, zeg maar. Dat je hier... Maar zo'n salsa. Salsa erbij hebt. Ik denk dat dat hem nog lekkerder zou maken. Ja, niet heel erg bijzonder, maar wel lekker. Ja, zeker. Dit is wel ook bijzonder. Ja, dit is dus wasabi. Je hebt nog nooit wasabi gegeten. Ja, wel met sushi, maar... Vind je dat lekker? Nou, niet met rauw vis. Dan is het gewoon komkommer of kip. Niet meer dan dat. Ah. Cute. Oh, het zit... Maar dat het allemaal in die aparte ding. Ja, vet zonde van milieu. Ja. Huh? Ja hoor, wat een oplichting. Het is gewoon een kaaskoekje. Huh? Heb je dat ook van die toko? Ja. Nou ja, het lijkt niet op de verpakking in ieder geval. Nee. Hè? Dit is echt een zware oplichting. Dit is gewoon een catfish. Nou, cheers. Er zit niet echt geur aan nee. Of zo. Oh, wel wasabi. Nou, lust wasabi. Oh, dit is een bladerdeegkoekje. Moest even aan wennen. Oh, nu wordt het zoet. Ik vind het wel lekker. Dit is een soort zoet digestive koekje, ken je dat? Nee. Zo'n granenkoekje. Met bladerdeeg. En een beetje wasabi en suiker. Ik moet even wennen aan je smaak. Ik heb altijd hele overdreven beschrijvingen van hoe iets smaakt. Ik vind het eigenlijk heel lekker. Het is zoet. Ik vind het ook wel lekker. Ja, ik moest even aan wennen. Dus mijn eerste reactie was eeuw. Maar dat komt omdat ik die smaak niet gewend ben. Nou ja, op de bovenkant zit wasabi poeder, duidelijk. Dus dat komt eerst op je tong. En daarna is het gewoon een zoet koekje. Dus volgens mij zit die wasabi alleen erop. Ja. Niet heel bijzonder, maar ik vind het eigenlijk wel grappig. Ja, zoet koekje met wasabi poeder, dat is het. Ja, ik vind het wel lekker. Ja, ik ook wel. Echt leuk, ik had het niet verwacht dat we zo lekker zouden gaan koken samen. Ik ook niet. Ik had echt, nou ja, natuurlijk, je verwacht nooit echt wel bij de eerste keer, maar ik had niet verwacht dat we zo goed zouden klikken. Nee, het was echt heel gezellig, want het klik was top, het eten was top, jullie moeten het echt namaken. Het was gewoon heerlijk. Ja, het was echt heel lekker. Dank je dat je er was. Ja, graag gedaan. En waar kunnen mensen jou volgen? Ik zet het allemaal in de beschrijving. Maar... Op Instagram kunnen jullie me volgen onder de naam Lian Vijfschaft en eigenlijk op TikTok hetzelfde. Ja, check Lian even op TikTok en Instagram en dan gaan wij... Dag zeggen. Ja, nou, misschien tot de volgende keer. Ja, het was heel gezellig. Het was echt heel gezellig. Okay. Doei doei. Bye. Oh, het ziet er zo goor uit. Ja, het is ook heel vies. Daarom hou ik ook niet van dode dieren eten. Ik denk dat dit misschien wel 150 is. Wat is dit goor? Als ik het zo zie, dan denk ik, dan wil ik ook gewoon vegetarisch ja, worden. Ja, ik heb dat, ik heb hier zeep. Oh, ik heb je half vermoord. Voor mijn poenie. Zo, lekker joh.